Verse vis in het Twentekanaal. De KSN Regio Oost en Sportvisserij Oost-Nederland hebben ruim 400 kilo aan spiegelkarpers en schubkarpers uitgezet. De vissen worden de komende 5 jaar gemonitord voor het spiegelkarperproject Twentekanaal. Wij zijn hier karpers aan het meten, wegen en fotograferen en die worden uitgezet in het Twentekanaal. Ja, andere markt. Karpers worden uitgezet omdat ze zich in Nederland eigenlijk moeilijk voortplanten. Dus ja, het is vaak wel warm genoeg om te paaien, maar te koud voor die vissen om goed op te groeien. En op deze manier door karpers uit te zetten die al wat groter zijn, die al stevig genoeg zijn om de winter te overleven, zorgen we voor een impuls. Het Twentekanaal is een industriële bak water, dus veel beton. En wat zo'n karper eigenlijk wil om te paaien is ondiepe zones. Bijvoorbeeld overstroomde weilanden of wiervelden. Dus daarom ook uitzetten? Yes. Wat is mooi aan karpervissen? Ja, van alles. In de natuur zijn. Je hoofd helemaal leegmaken. En de ultieme kick als je dan zo'n vis aan de haak krijgt. En dit zijn nog kleintjes. Maar hier in het Twentekanaal, ja, daar kunnen ze gerust 15 à 20 kilo zwaar worden. En dat geeft natuurlijk een enorme voldoening als je zo'n vis dan uit zo'n grote bak water kan vangen.